Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Play 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. In de vorige aflevering zijn we bij Kanto bij Vermilion City terechtgekomen en hebben dus heel veel trainers gebattled en hebben we hier even alle huizen doorzocht. In deze aflevering gaan wij naar route 6, waar we geen nieuwe Pokémon kunnen vinden, maar dat maakt niet zoveel uit. Hi. My Fanfy is the cutest in the world. Alsof dat mij iets boeit. Stop met me bellen! Ja, het is Dana, je bent op route 38. Als ik dicht in de buurt ben, wil je battelen. Ik ben totaal niet dicht in de buurt per route 38. Goed. Zefampi, 1-hit KO, echt een waardeloos Pokémon. Fampi is een hele goede Pokémon als je hem goed traint. Maar Teddy zijn de kinders in de world. Het breed me niet! Oké, die had een Teddy Ursa van level 35. De ene had een Fampi van level 35 en deze die had een Teddy Ursa van level 35. En allebei 1-hit KO, echt waardeloos. Ik ben teleurgesteld. Nou, je kunt hier dus wel Pokémon weer vinden, maar niet echt nieuwe waar we dus nog niet overheen zijn gegaan met bio-uitleg en alles. Dus als je hier dan omhoog gaat, dan kunnen we dus hier eigenlijk alle kanten op waar we naartoe zouden willen. Omdat dit is de main city, Saffron City. Dit is zeg maar de square waar je alle vier de kanten op kan gaan, normaal gesproken. Alleen, er is een probleem bij de powerplant, waardoor dat er dus een heleboel tegen wordt gehouden. Dus als ik me niet vergis, kun je hier gratis en voor niks. Hi. 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 I got it. You wanted this. En we krijgen TM29. En dat weet iedereen ondertussen. Dat je hier psychisch kan krijgen. Dus dit is de aanval op Psychic. Dus heb je een Espeon? Zeker handig om hier Psychic dan op te halen. Om te kijken naar TV. Dus nee, maar zeker handig om hier dan zeg maar Psychic op te halen. Ik heb hier psychische type, dus ik heb er eigenlijk helemaal niks aan. Maar zeker handig om te weten. Goed. Dan heb je hier geloof ik ook de grootste winkel van het spel. Ben jij de grootste? Nee, de Silvescope geloof ik. Welcome to Silvescope Happy Harbor Building. Nou, volgens mij kun je hier absoluut niet in op geen enkel moment van het spel. Only employees are permitted to go upstairs. But since you came such a long way, have this neat little souvenir. En we krijgen een upgrade, waardoor dat je dus Porygon in Porygon 2 kan laten evolueren. Heel erg leuk, maar het is alleen maar om je Pokédex te completen, denk ik. Goed. Dus daar kun je die vinden. En ik weet het, ik ga eventjes door al die huizen heen. Want er zijn toch een paar stufs die we dus hier kunnen vinden. Hoi. Dat komt later, hou je mond. Goed, dat is in dat huis daar. Daar moeten we dus later komen. Niet op dit moment. Op dit moment kunnen we daar dus nog helemaal niks doen. Verder heb je hier dan ook zeg maar nog... dit volgens mij is dit de trainstation. Ja. Net zoals dat je in Goldenrad een treinstation hebt, heb je er hier ook eentje. Maar daar komen we later op. Dit is de route waar we dadelijk naartoe moeten. Hier hebben we een soort van fighting gym. Die zou ik eventueel wel kunnen doen. En dit is zeg maar gewoon de gym van deze stad hier. Dus er zijn eigenlijk al twee gyms die we dus kunnen doen. Maar deze, die neem ik nou gelijk heel eventjes mee. Het is niet echt een baas. Dus ik zet heel eventjes Sirritant even vooraan. Want dat Sirritant, ja, vechttypes. Hier kon je dus zeg maar een Hitmonchan of een Hitmonlee krijgen. Volgens mij krijg je hier gratis of niks Focus Band. Volgens mij was hij nog niet eens een trainer. Ik vraag het maar af. What goes around comes around. Ja, daar waren we al achter. Enemies do every side. Was jij een trainer? Hello. Karate King, the Fighting Dojo's Master is in a cave in Johto for training. Oh ja, die zwak, daar hebben we het al over gehad. Die zit dus in de cave en dan kun je dus zeg maar die Tyogre, hoe dat beest ook heet, zeg maar dan krijgen. En ja, er zit daar dus geen battle of iets. Ik dacht dat er een battle zou zitten. Goed, dan komen we dus uit op route 5. En op route 5 is dus wel één nieuwe Pokémon die we tegen kunnen komen. Deze routes die zijn afgesloten voor de rest van het spel. De Pokémon die we hier tegen kunnen komen, dat is Gloom. Dat is de geëvolueerde vorm van Oddish. Op zich wel een decent grastype Pokémon. Grass Poison kan evolueren in twee verschillende vormen. Maar ja, nou, ik ben er niet zo bekend mee. Laat ik het daar gewoon bij ophouden. Dus nou, met die hebben we gehad. Yeah! I said the sin is a shadow hovering over you. Take this to ward it off. Oké, dankjewel, Toad. Zij geeft je de Clean Stack. Dat is een hold item wat heel erg handig is voor Ghost type Pokémon. My grandma is into warding off that she believes to be evil spirits. I'm sorry that she startles you. Ah, dat maakt niet uit. Ik word gestarteld door alles in mijn leven, dus waarom ook niet. Goed, dus waar we nou naartoe willen gaan, we willen dus naar Cerulean City. Dat is hier. En bij Cerulean City heb je dus gewoon weer de Pokémart. En volgens mij was dit de oude Bicycle Shop.
En die is dus gesloten. En ja, dat zal nooit open gaan. Dus leuk detail. Je kunt er niks mee, maar het is wel feit. En zo zit het spel vol met dat soort dingen. Goed, dan hebben we hier dus... I'm a huge fan of Jim Misty. Veel plezier ermee. Misty is op dit moment niet thuis. Maar als we hier dus naar binnen gaan, volgens mij krijgen we dan... Nee, krijgen we dan geen probleem. Dan moeten we eerst nog even iets anders voor doen. Dus nou, hier hebben we Pokémon Center. Heel erg boeiend. My Slowbro and I make an awesome combination. Slowbro, show me your confusion. Slow? Hi. Oké. We hebben de guide melden. Kanto's power plant. It's near the North 9. And I'm bad. Oké, nou, het mooie is, we moeten hier Slevenator bij ons hebben. We hebben dus zeg maar een boompje nodig. Of ja, een boompje. We hebben hier dus zeg maar even een Pokémon. Ja, we hebben hier even een boompje die gaat... Dus even kijken. Ik denk dat Bolt wel heel even weg kan doen, aangezien dat Bolt het sterkste op dit moment van ons team is. Dus en dan moeten we eventjes onze Slevenator hebben, die we heel erg, ja, even eentje hebben Slevenator. Ik noem hem Slevenator in één keer. Ik heb te veel van andere films te kijken. Voornamelijk van Chuck Conroy. Die heeft dan ook overal altijd dus een Pokémon noemt hij zijn Slevenator. Ik vond H.M. Slaaf ook wel wat leuker. Dus was ik er al binnen geweest? Nee, dat ik even melden. My husband lives happily with the Pokémon. Dat ik even melden. I'm so happy. Nou, blij dat je zo happy bent. It's a TV! Geen wonder dat je zo happy bent. Voice crack daar, maakt niet uit. Ik weet het, ik loop hier gewoon rustig al die dorpjes hier doorheen. Wat ik even melden. Are you collecting Kanto Gym badges? Nog niet, maar dat ben ik wel van plan. It's a TV! Okay. Hoeveel tv's komen we nog wel niet tegen? Lange huizen hier trouwens. Okay. Wat is dit? Wat is dit? There's a note here. Stamp out here and make this city a friendlier, more cheerful place. Trillium Police. Is dat niet bureau dan? Hé, hey, kijk, een Diglett. We were held up by robbers before. Aww. I heard that some shady character is skulking about. I won't stand for it if he turns out to be a thief. Ja, dit is eigenlijk het huisje, it's a TV. Waar je 3 jaar geleden, oftewel Red, Blue en Yellow, daar kon je dan zeg maar TM Hupplepup krijgen. Dat was dik. Ik weet nog niet eens meer welke TM dat was. Als je met deze gast gaat praten hier... There used to be a cave here that had horrible powerful Pokémon in it. Hey? My item finder is responding. Ja, je kun je een vaag item vinden. Dat is een hold item, geloof ik dat was. En dat zorgt ervoor dat het Pokémon sterk aanval heeft. Maar het begint altijd met confusion. Dus, niet echt van mijn favoriet. Komt ook niet meer voor in andere Pokémon spellen. Dus best wel een leuk feitje om te weten. Maar goed, waar we dus naartoe willen gaan. Dat is, we willen hier naar beneden. Willen we hier naartoe. En dan komen we dus uit bij route 9. Route 9, ook helaas geen nieuwe Pokémon zover dat ik weet. Dus mochten er wel nieuwe Pokémon zitten en die mocht ik vergeten zijn, komen die nu in beeld bij deze trainer battle. Ondertussen praat ik gewoon eventjes door, want deze trainer battle mocht er dus Pokémon zijn, dan zie je ze nu in beeld. Ik dacht dat hier geen nieuwe Pokémon zouden zitten. Maar goed, hier hebben we dus Picnicker Edna en die komt dus aan met Nidorina. En ja, heel erg boeiende informatie die we al eigenlijk al wisten, want... Ja, Pokémon, het blijft over Pokémon Battles. En zoals je ziet, ze zijn hier allemaal op level 30 en alles. Ja, wij zitten over de 40-ish, dus op zich is dit niet moeilijk. Het is handig om experience te krijgen, maar om nou echt te zeggen van, goh, ja. Waarom zou ik nou nog experience nodig hebben? Nou, de gymleaders die hebben wel wat sterkere Pokémon. Die zitten volgens mij ergens op de level 50. Ik geef met nou ook even wat experience. Dan Raichu, zo. Maar er is zeg maar de laatste echte final boss van dit spel. Die heeft extreem sterke Pokémon. En daarvoor is het dus zeker fijn om wel je Pokémon goed te levelen. Dus daarom is het zeker belangrijk om alle Pokémon die je dus zeg maar... Alle Pokémon trainer die je tegenkomt, om die zeker een eventje te battelen. Goed, nou, Faint Attack die doet niet zoveel. Dan doen we nog een Shadow Ball. Jij blijft... Oh, verkeerde knop. Jij blijft Thundershock, Thunderbolt. Waarom doe je eerst... Waarom doe je Thunderbolt? Als je Thunderbolt hebt, dan doe je toch geen Thundershock meer. Je ziet toch dat bijna geen schade... Nou ja, maakt niet uit. Maak dat met een Quick Attack. Oh, natuurlijk heb jij ook Quick Attack. Flame. Tuurlijk. Jij doet Quick Attack, dan ga ik het ook gebruiken. Alsof dat spel wist of zo, weet ik veel. Maakt niet uit. Goed. Oh, hij lost. Nou, dit was de enige trainer die we nou heel eventjes in beeld zouden zien. Omdat we hebben al zoveel trainers eigenlijk gehad. En, ja...
om nou eigenlijk te zeggen, ja, kun je dan die wilde Pokémon tegenkomen? Om dan te zeggen dat we alle trainers weer op beeld gaan zetten. Don't litter. Hou je mond. Geef me experience. En dan maar te bedenken dat jullie denken dat ik hem vergeten ben, hè? Nee, ik dacht deze battle is perfect om eventjes over de bio's te gaan, omdat dit, boos commentary is. Maar goed, je kunt hier dus een Marowak tegenkomen. Marowak is weer de vorm van Cubone. En het is een decent ground type, maar ja, ik vind Donphan Vampy, vind ik eigenlijk veel beter. Maar ben je dus op zoek naar, ja, wil je Marowak toch in je team hebben? Hij heeft een goede defense, maar ja, zijn special defense, ja, maar ja, zijn special attack, daar wou ik het eigenlijk over hebben, is hier dus niet zo groot zoals je dus kan zien. Wat ik best wel een nadeel vind, aangezien dat, je verwacht toch wel een goede klap uit te kunnen geven natuurlijk met een Earthquake. En ja, Marowak die helpt daar niet in. Plus hij is heel erg zwak tegen water en daarom heb ik toch liever een Quagsire dan een Marowak. Maar ja, dat is natuurlijk mijn persoonlijke ervaring. Nou is er hier dus nog een Pokémon en daar had ik helemaal nog niet eens een bio voor gemaakt. Dat ik nog niet eens wist dat je die in het wild kon vangen. Dat is Primate. Primate is een decent vechttype. Op zich wel goede stats. Defensive en special defense een beetje gebalanceerd. Een beetje meer... Maar als je dus op zoek bent naar een decent vechttype, hier kun je dus een Primate vinden. Ik zou nog steeds gaan voor een Mankey en dan die gaan trainen zoals jullie van mij gewend zijn. Maar ik weet dat het heel eventjes een beetje rommelig gedaan is, maar ik vond het toch wel netter om eventjes in deze battle te doen in plaats van in een andere battle. Dus dan maar eventjes gewoon in deze battle. Maar goed, over Primate. Ik heb wel veel mensen die Primate gebruiken en hij kan best wel goede klappen uitdelen, aangezien dat hij volledig geëvalueerd was hij zonder te ruilen. Ik vind hem beter als Machamp, omdat Machamp dan moet je nog eens een keer gaan ruilen met een ander en daar heb je allemaal helemaal geen zin in. Dus, en over een Primeape gesproken, hier hebben we toevallig een Primeape op level 29, wat mogelijk is in plaats van dat ze dus zeg maar een Primeape hebben op level 26, wat helemaal nergens op slaat. Maar goed, er is dadelijk dus zeg maar nog zo'n cut-out waar ik dus over bio's ga beginnen, maar daar komen we dus dadelijk wel op. Dus ik ga weer heel erg stiekem terug naar de oorspronkelijke audio-commentaar. Sorry hiervoor. Nou, dat was interessant. In die battle, daar heeft Zeritant een leveltje bij gekregen. Midna heeft ook een extra leveltje erbij gekregen. En Zeritant die heeft dus zeg maar Mean Look geleerd, wat heel erg handig is om tegen andere Pokémon te gebruiken. Nou, jij bent een skippable, dus jij komt dan wel in beeld met je Pokémon. Ik weet niet waarom, maar ik zit eraan te denken om gewoon echt alle trainers nou gewoon ook echt eventjes te ontwijken. En tot ik dan later even ga backtracken of zo. En gewoon offscreen. Tot ik al die Pokémon trainers dan even offscreen doe. Dat er nog niet eens in de opname zit. Want dat zal mij dus ook echt een gigantische hoop werk besparen met knippen en plakken. Dus ik denk dat ik dat gewoon op offscreen dan ga doen. Maar ondertussen hebben we hier dus een Golduck. En vele mensen dachten dat Golduck nogmaals een psychisch Pokémon is. Is hij niet. Helaas. Jammer. Jammer voor je. Goed. Wat is de volgende Pokémon? Een Sandslash. Wil ik daar een andere Pokémon voor gebruiken? Ik denk dat ik even Fireflame inzet. Want Fireflame hebben we in de afgelopen aflevering nog niet gezien. En in deze aflevering ook niet. Want ze hebben allemaal grondwatertypes. En wegtypes en psychische types. Dus op zich, waarom ook niet? Ik bedoel, het is niet zo dat grondtypes zwak zijn of sterk zijn tegen vuurtypes. Dus met Earthquake misschien, maar met grondaanvallen. Maar vuur doet gewoon normale schade en daarom is het gewoon een one-hit KO. En dan krijgt Fireflame ook zijn experience. En is hij ook op level 42 en hebben we dus weer een Fireflame wiel gebruikt. Oké, Kemper was defeated. Yay! Mogen we alsjeblieft verder naar het punt waar ik naartoe wil. Zal heel erg fijn zijn. Dan willen we hier omhoog. En volgens mij zitten hier ook trainers. Boven eentje of zo. Nee, dat is gewoon gras. Oké. Die hebben we net verslagen. Hier is skippable. Hier is skippable. Jij bent skippable. Mooi. Jij bent niet skippable. Hier naar beneden. Oh, je bent wel skippable. Ninja skills. Hahaha. Goed, ik train. Ik battle die Pokémon echt wel later. Maar op dit moment is het dus weinig use om al die Pokémon trainers nou te gaan bevechten. Ik vergat helemaal dat ik in een opname zat. Hier kun je op route 10... Ik weet nog niet eens dat we op route 10 uit zouden komen. Ik weet niet of we hier dus nieuwe Pokémon tegen kunnen komen, want ik ben echt heel slecht voorbereid. Ik heb hier
Ja. Geen woorden voor. Mochten er nieuwe Pokémon in beeld zijn, dan... of ja, nieuwe Pokémon te vangen zijn, laat ze maar heel eventjes zien in beeld. En dan geef ik wel in tekst of het een goede Pokémon of slechte Pokémon is. Maar goed. En ik mag weer terugkomen. Ja, er is dus een hele goede elektriciteits-Pokémon, stroom-Pokémon die je dus zeg maar hier tegen kan komen. En dat is Electabuzz. Electabuzz is zeer snel, heeft hele goede special attack. Ja, een beetje normaal, ja, slechte defense. Dat is een enigste zwakte punt, maar special defense is wel erg goed. En het is zeker een hele goede stroom-Pokémon om mee te nemen. En zeker een aanrader. Dus ja, die kun je hier vangen. Kleine kans dat je hem tegenkomt. Terug naar het oorspronkelijke spel. Hi! A thief broke into the power plant. What is the world coming to? Ik heb geen flauw idee, maar dat ga je te melden. This power plant has been abandoned in the past. We got it back up and running to provide a magnet train. Okay. Someone made it up with a part that's essential for the generator. Without it, the new generator is useless. Okay. Dus we hebben hier problemen. I can look Pokemon. Do you have Doctrio? Want to trade for my Magneton? Magneton is op zich een hele goede defensive Pokémon. Aangezien dat het zeg maar een geëvalueerde Magmite is. De trade, ja, grondtype voor een stroomstaaltype is decent, zou ik zeggen. Het zal alleen maar met een nickname komen en natuurlijk zou het makkelijker te trainen zijn op dit punt. Decent elektrische aanval, of ja, decent stats, maar ja, ik ben er niet zo lief aan. The magnet train consumes a lot of electricity. It can't move if the new generator isn't operating. Ja, daar kan ik niks aan doen. The power plant's manager is up ahead. But since someone wrecked the generator, he's been both sad and furious. Dat kan. Hier hebben we dit. I'm ready to blast someone. Who would dare ruin my generator? I spent so much time on it. If I catch him, he's going to get a taste of my zap cannon. Nou, volgens mij is Zapcan een hele goede stroomaanval, dus misschien niet voor Raichu. Maar ja, de powerplant die werkt dus niet omdat er dus zeg maar een part mist. En in de remake kun je hier dus een legendary Pokémon vinden. Dan is het dus zeg maar volgens mij in de grot naar beneden toe. Ga ik zo verder? I just got word from Cerulean. It appears that a shady character has been loitering around. Could I ask for your cooperation? Oftewel, wij moeten eventjes terug naar Cerulean City. Nee, maar goed, als ik me dus niet vergis, kun je dus zeg maar daar Zapdos vinden. Nou, ik ken niet over de buis van Zapdos, maar dat is een remake. Ik zal wel zeggen dat Zapdos een van mijn favoriete vliegpokémon daar is, zeg maar, aangezien dat een hele goede typecombinatie is, stroom en vliegtype. Zeker een hele handige Pokémon. Nou, wat dus het voordeel is, mocht je dus zeg maar ja, Fly bij je hebben. Elke stad waar je in geweest bent, kun je dus weer naartoe vliegen. Net zoals wat je in Johto kan. Dus zeker handig. Nou, waar we naartoe willen, is we willen naar Cerulean City Gym. Maar dat doe ik in de volgende aflevering. Dus ja, ik weet het, we zijn toch weer een stuk verder gekomen. Dus in de volgende aflevering, dan hoop ik jullie namelijk te zien weer in, ja, dan gaan we dus verder met dit avontuur. Dus heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties en laat een like achter als je dan natuurlijk al bij de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen te zien in de volgende aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. Bedankt voor het kijken jongens, doei!